Luister goed, wij hebben nieuwe shirtjes bij Crossjumps. Kijk eens aan! Welkom bij weer een nieuwe vlog van Jochen. Ik begin vandaag met iets minder nieuws, maar er is ook leuk nieuws. Het mindere nieuws is, onze kleine airtrack is weg. Waarom hebben we die eruit gehaald? Omdat we de grote airtrack park hebben, daardoor gebruikten we bijna niet meer die kleine airtrack. Maar we hebben iets leuks voor in de plaats. Zoals je ziet, de airtrack is eruit. En we hebben nou een Crossjumps fanshop. We hebben super veel vragen voor kleding, merchandise, patches, hoedjes, dat soort allemaal. Dus we hebben gewoon een eigen winkeltje zijn we begonnen. We zijn nog niet klaar, maar we zijn ermee bezig. We hebben Kai, die staat aan het werk. We hebben sowieso alle kleren van Team Tentum hebben we alvast een voorraadje. Onze eigen mooie neonkleuren hoodies. Met nog meer kleren. Hoedjes, mokken, Get a Grip, rugzakken, Jump Magazine. En we hebben ook een privé trainer die kun je inhuren. Dus als jullie hier komen, loop ook even door onze fanshop. Luister goed, wij hebben nieuwe shirtjes bij Crossjumps. Crossjumps Freestyle Trampoline. Jullie kunnen een shirtje winnen, wat moeten ze doen? Als jullie nou een mooie rij maken voor mij, over kerst. Kerst, Sinterklaas. Sinterklaas, sorry. Sinterklaas. Hij hoeft er niet Sinterklaas. Ah joh, gewoon een leuke rijm. Leukste rijm, wintershirtje. En jij gaat hem kiezen, hè? Ja, ik kies hem. Leuke rijm of leuke rap, kan ook nog. Maakt niet uit, allebei zijn grappig. Reageer even onder deze video en jij maakt kans op een heel mooi shirtje. Kieboe. Bro, wat wil je gaan doen? Quint back. 5 salto's. Denk jij dat hij Quint gaat halen? Ja, natuurlijk wel. Hoeveel poging? Hij is aardig vet, hè? Ja. We hebben een hoepel gekocht voor een challenge. Maar eigenlijk vindt iedereen het gewoon heel leuk om gewoon te... Hoe zeg je dat? Hoelen hoepen? Hoelen hoepen. De man in business. Ze zijn al een kwartier aan het trainen, dus nu lukt het een beetje. We waren dus bij de... Hoe heet dat ook alweer? Toys, nog wat dus. En bij de blokker, toen vroegen we... Zijn de hoepels er? Zeggen ze nee. Is een zomerartikel. Maar toch hebben ze. Ja.
Kijk nu aan. Oh ja. Oh. Zie je dat? Doet hij gewoon even. Kijk hoe snel gaan, hè? Onderbij staan. Oh. Omhoog. Nee. En omhoog. Zie je dat? Ga erop. Ja, 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 ja. Komt ie, hè? Oh, wat is dit? Kai, jij bent even alle kleren aan het uitzoeken. Wat kom je allemaal tegen wat we nog hebben? North patches, crossjumps onderbroeken, crossjumps patches, Jochen's favoriete, kerstmuts. Bretse favorieten. Roze glitter t-shirt. Hey. The fuck is dit? Weet je wat dat is? Is dit een rokje? Ik kan laten zien. Dat weet jij wat het is, Brett? Ik weet wat het is. Dit is een Nutella, man. Nee, man. Dat is een hoofddoekje. Ah, een sporthoofddoek. Een sporthoofddoek. Hey, Danny. Danny, als je nog een shirtje wil, 10% korting. Nee. Bretje, ik vind het al wel leuk dat jij meedoet, maar ik heb liever dat jij die thumbnail maakt. Tramp champ. Je hebt nog een kwartier de tijd. Oh ja. En wat is de airtrack opgepompt? Wat had je dan nog gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ja, als je dan... doet Kai dan wel even. Kai even de airtrack opgepompt. Kai even? De airtrack oppompen. Pantenshirtje, ook leuk. Voor de liefhebber. Ah, een mooie, goede oude crossjumps. Energy. Die is echt... Wow, die is echt cool. Kijk eens. Oh, ik denk dat de helft van onze abonnees deze niet eens kennen. Girl, she might be a wow. I can see you in a corner stand. Whoa! Oh, you are so cute. I love your cute little smile. Cross Jumps Energy. Ja, we hebben ooit onze eigen energy drink gehad. Die is oud. Vroeger. Die is echt oud. Nou, collectors item. 3000 euro. Team Jochen. Nog een keer Team Jochen. Wat is dit? Oh ja, laten we zien. Een pizza schort, een crossjumps pizza schort. Onze klerenkast is gewoon een timecapsule. Freestyle Frenzy. Oh, dit is wel een hele kleine. Ja. Dat we die nog hebben. Youth Large. Oh, we hebben er nog een. Zo, pyjama. Pyjama. Ah, such an amazing gym. I love it. Ik weet alleen niet wie het heeft gedaan. Luister, al deze shirtjes doen we in de aanbieding. Wees er snel bij, want ik denk dat sommigen heel hard gaan. Kai is les aan het geven en hij heeft een hele leuke challenge voor al die kids. Kai, wat moeten ze doen? Oké, we hebben 3 levels. Je doet een backflip van het blok en die moet je landen voor level 1 in dit vakje. Ja. Voor level 2 in dit vakje. En ja. Voor level 3 in dit vakje. Oeh. Hey. Dat is level 1 dan. Ja. Oh, dat is level 3. En moet je hem ook stikken? Ze moeten hem stikken. Oh, stick challenge, altijd leuk. Luister Kai, als jij hem in één keer doet, ja? Betaal ik volgende keer gaan wij sushi halen, tijdens werk. Maar je voeten mogen niet op het kruis komen, hè? Ja, dan moet je kromme pootjes. Oh, jammer. Oh. Dan mag je erin. Oh, bijna. De rem. Hup. Oh. Bijna. Oeh. Nou, dat is een... Oh. 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 Lekker, vriend. Moet je even die muziek weer hard gezet hebben. Aldo, jongen. Heb jij die muziek weer knijterhard gezet? Sorry. Ik vond het een lekker nummertje. Maar ik ben het filmen. Ja, copyright. Ja, dit komt echt niet in de video, hoor. Nee, ik hoop het ook niet. Brett de Raket. Als jij hier werkt, ruim gewoon jouw rotzooi op. Altijd als Brett hier werkt, de volgende dag, vinden we allemaal kleren van Brett, bekertjes, sokken, al zijn zooi. Brett, ik weet dat je dit edit, dus ruim gewoon je zooi op. Jochen weet als hij iets doet, dan doet hij het goed. En veilig. We hebben weer een hele vette award binnen. Deze ben ik echt super trots op. Als eerste van heel Nederland
top trampolinepark 2020-21 van Trampolinepark Safety. En wat is het grote verschil met Trampolinepark Safety en de normale keuringen? De normale keuringen keuren de toestellen en daarna is het eindelijk klaar. Trampolinepark Safety doet vooral veel hoe de toezicht is op de baan, hoe zijn de begeleiders en vooral hoe veilig is een trampolinepark als ze open zijn. En dan zijn we dus de eerste van Nederland die hem hebben. En daar ben ik wel super trots op. Vooral als je ziet wat voor personeel ik hier allemaal heb. Dus dit is wel een super blijk van waardering dat wij heel erg op de veiligheid letten. Natuurlijk, ongelukje kan iedereen gebeuren, maar we proberen zoveel mogelijk te voorkomen. En dat blijkt. Joehoe. Op het moment dat wij tegen elkaar zeggen, ja, we hebben eigenlijk te weinig beeldmateriaal. Ja. Komt het beeldmateriaal gewoon binnenlopen. Hé, hey, maatje. Hey. Want wat heb jij gemaakt? Iets. Kijk eens aan. Vet man. Ik vind hem wel heel erg mooi. Je hebt er twee gemaakt. Ja. Crossium Trampolinepark en Crossium Gymnastics. Ja. Ik vind ze heel erg cool. Waar zullen we ze ophangen? Wat vind jij een mooi plekje? Op het tuinhuisje. In onze nieuwe winkel. Ja, in de nieuwe winkel. In de nieuwe winkel. Ik zou zeggen, schroef in de muur. Ik moet wel even zeggen, Bretje mag er niet in. Want het is alleen nog zonder ritsen of andere scherpe voorwerpen. Hier echt zo gaan maken. Ja toch? Ja, dat vind ik wel echt een goeie. Zullen we ze zo op de muur gaan plakken met iets? Ja. Nagelen, spijkeren. Ja. Lijmen. Nou, ik vind het hartstikke mooi, maatje. Dankjewel. Ja. Hey, lekker man. Ja. Ja? Wil je nog iets tegen de camera? Nee? Nee. Een like en abonneer op Crossjumps. Nee, mijn kanaal. Is mijn kanaal. Nee, op Crossjumps. Nee, dit is mijn kanaal, jongen. Ja, dus? Dan kunnen ze toch nog steeds wel... Ga ook even naar Crossjumps dan. Ja. En Jochen. Zijn jullie nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe dat even, zodat ik leuke video's voor jullie kan blijven maken. Like en abonneer op Crossjumps. En Jochen.